2. Net als al die andere sportkantines in Nederland is ook die van PKC leeg en donker. Maar thuis kijken er 10.000 mensen live naar de openingswedstrijd tussen PKC en Blauw-Wit. Nieuw shot daar, hè? Op 7. De korfbalsport loopt voorop op het gebied van livestreams. Als drugsbezochte zaalsport van Nederland beseft de Korfbalbond al jaren het belang van een goede livestream. Nu iedereen thuis moet blijven, zijn de wedstrijden verspreid qua aanvangstijd en worden de clubs geholpen om de livestreams zo professioneel mogelijk te maken. PKC is hier al 11 jaar mee bezig en is één van de voorlopers. Ik denk dat PKC wel de eerste was in de Korfballeague die echt kwalitatief een goede livestream had. Wat steeds werd uitgebreid, herhalingen, interviews. Natuurlijk de sfeer in de hal, als er straks weer publiek is, dan brengt iets extra's met zich mee. Maar ik denk als je thuis op de bank zit te kijken, ja, dat is een niveau dat is smullen. Ja. Ja, ik zie die gasten die de livestream verzorgen, die zie ik ook door de week elke avond bezig. Dus ja, daar heb ik heel veel respect voor en heel veel mensen hebben er plezier van. Dus ja, het is mooi om zo de sport te kunnen promoten. De PKC Media Crew bestaat uit 20 vrijwilligers, al is die nu tijdelijk ingekrimpt vanwege het strenge coronaprotocol. Er is een presentatrice, een analist, er zijn 5 cameramensen, 6 camera's, 1 commentator en in de aparte regieruimte zit iemand die de graphics en de herhalingen regelt. Ja, die is heel netjes. En een regisseur, de pas 26-jarige Brian. Het is enorm belangrijk, want mensen kunnen niet naar de hal komen. Dus vandaar dat iedereen nu hopelijk thuis op de bank naar onze livestream zit te kijken. Dit zijn de wedstrijdbeelden van PKC. Alles full HD. Al heeft Brian wel de wens om ooit in 4K te gaan streamen. De Korfbal League clubs werken onderling samen om de kwaliteit van de streams te verbeteren. Voorlopers zoals bijvoorbeeld PKC en Top helpen de andere verenigingen. En het Korfbalverbond betaalt de hoofdcamera en een deel van de software. Ook wordt van iedere wedstrijd een samenvatting gemaakt. Sinds dit seizoen is alles terug te vinden op het platform van Icons. En de professionalisering zie je terug in de kijkcijfers. Vorig seizoen werd er ruim 250.000 uur live naar korfbal gekeken via de streams. Een stijging van zo'n 25% ten opzichte van het jaar ervoor. PKC heeft het record van het meeste aantal kijkers per wedstrijd. 53.000. Ja, dat zijn serieuze cijfers. En we zijn ook met de PKC Media Crew naar Londen geweest voor de Engelse korfbalfinales. En daar hebben we een livestream gedaan voor de BBC. Dus dan zijn de kijkcijfers echt nog wel het tienvoudige van wat we hier doen. Ja. Dus ik kies hier de camera's die ik kan previewen. Vervolgens kan ik ze in beeld brengen. We hebben hier ook de verschillende titels in zitten. Het geluid komt hier allemaal binnen, dus dat kan ik ook zo. We hebben hier het commentaar, muziek en het geluid van de verschillende camera's. Dus hiermee kan ik eigenlijk de hele livestream regelen. En hoe communiceer je? Daar hebben we de intercom voor. Ik roep hiermee de cameranummers om, zodat ze weten wanneer ze in beeld zijn. We hebben tegenwoordig ook een tally, een lichtje waarmee de cameramensen weten wanneer ze in beeld zijn. Maar dit is gewoon professioneel dit. Dit is aardig professioneel inderdaad. Het is dure software, dure apparatuur. Ja. En ik denk dat we inmiddels wel de ervaring hebben om een professionele livestream neer te zetten, ja. Met zo'n schiet Blauw-Wit uitstekend, 4 uit 10. PKC heeft voor zo'n 30.000 euro aan apparatuur staan. Maar een basic livestream kost zo'n 2.000 euro. Jacco is al 8 jaar de vaste commentator bij de thuiswedstrijden van PKC. Komt van Jonker en Wera. Ik heb een scherm waar real-time alle statistieken op worden bijgehouden. Dus dingen die de kijker denkt te zien, bijvoorbeeld dat PKC meer rebounds pakt dan een tegenstander. Ja, dat kan ik onderbouwen met cijfermateriaal. Je bent lid van PKC? Ja. Ben je partijdig? Ik probeer om niet partijdig te zijn en ik krijg van spelers van PKC vaak te horen dat ik strenger voor hen ben dan voor de tegenpartij. Oh ja, maar als straks die play-offs komen, zo ergens eind maart, dan ben je toch wel een tikkie voor PKC, toch? In mijn hart wel, maar als commentator probeer ik daar niks van te laten merken. En we hebben de afgelopen jaren een aantal keer gehad dat PKC in de play-offs werd uitgeschakeld. En dan heb ik ook geen enkele moeite om te zeggen, als dat zo is, dat dat volkomen terecht is. PKC won de openingswedstrijd van Blauw-Wit overigens met 36-27. En zo klonk het commentaar bij het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Oh, geweldige actie zeg. Oh! Alsjeblieft zeg.
Eerst fantastisch binnengehouden. Eerst zelf kunsthout hem net binnen. Terug naar Van Wijngaarden. En dan op volle snelheid erlangs. Oh, wat mooi. Twee dagen na de wedstrijd is er inmiddels zo'n 15.000 keer gekeken naar PKC Blauw-Wit. Een aantal dat alleen maar zal groeien naarmate de competitie vordert en de spanning zal toenemen. Met dank aan al die vrijwilligers. Ja, ik ben er wel trots op, ja.